Gij begeert van mij te vernemen hoe gij mijn schilderij zou kunnen hanteren? Ha, vooral zeg ik u, niemand, behoudens mijzelf, kan schilderen als Rembrandt. Maar zonder wagen, niet vergaren. Beziet mij de lessen en ik onderwijs u de geheimnissen der schilderkunst. Ontwijfelijk weet gij dat ik uitsteken boven alle Hollandse malers. Maar wat niet iedereen weet, is dat ik ook zeer wel lessen in de schilderkunst deed. Fraaie en de uitnemende kunstenaars als Ferdinand Bol, Govert Flink en Willem Drost. Ik heb ze allen den weg gewezen. Besef daarom maar wel, een beter leermeester en zult gij niet vinden. Welkom bij mijn eerste lessen sinds 350 jaren. Ik wil u hier 6 lessen onderwijzen om u de kunst bij te brengen van een mijner allerfijnste vaardigheden. Het portret. In deze eerste lessen onderhoud ik u van de rechte vaardigheid nodig tot een goede compositie van het portret. Als ook van de behulplinien, de volumens of omtrekken van wat gij schildert en van de toewijdingen van den dolk. Wij beginnen met die compositie. Hoe de aanschouwers uw stuk bevinden, komt voort uit uw manieren van schilderen. Het belang der compositie is daarom zeer wichtig. En gij kunt bij een aanschouwer een uw welgevallige uitwerkingen bewerken door de grootte en de positie van uw counterfeitsel. Wanneer gij uw model counterfeit rechts van voren, onbeweegt, in het midden des dooks, dan geeft gij dat een zweming van waardigheid en statigheid. De zonderlinge heren en de eerbare dames die de deftige portretten ik malen, ze houden daaraf. Edoch, wanneer gij toont wat kant, dan wordt het portret meer levend. Een roerlijk beeld kan ook den aanschouwer roeren en zijn medelijden en de oprechte zucht wakker maken. Ziet maar hoe ik Jezus schilderde. Of mijzelf als den apostel Paulus. Gij ziet sancten, maar gevoelt ook dat zij mensen zijn. Ook de grootte van het hoofd en van overige lidmaten kan dat gevoelen opwekken. Gij kon dat hoofd kleine schetsen met veel ijdele spatie daar rondom, of kijkend een groot hoofd, een hele dorp vullende. Maar gedenk vast op het belang van een tamelijke compositie en de ordonnance in uw stuk. Vervolgen wij nu met die kunst van schetsen. Wilt gij den rechter moed tot vormen en de proportie in u genereren, zo is het daartoe behulpzaam niet eerstens die dingen rondom u na te tekenen. Pottekens, pannekens, landouwen, beesten en de mensen, zo heb ik weleer ook mijn kunsten begonnen. Beginnen wij met enige bekwaamlijke behulplinien. De proportie is bij elkeen een ongeveerlijk gelijk. Wilt gij een aangezichte schetsen, teken dan eerstens die vormen van een ei. Trekt gij in een waterpasse lijnen door het midden van het ei, zo verkrijgt gij u daar die ogenlinie. Deelt gij de donderste helft nogmaals door midden, zo hebt gij daar de plaatsen tot de onderkant van de neuzen. Deelt gij nu het onderste gedeelte nog eens, dan hebt gij daar de plaatsen tot de mond. Het is niet bezwaarlijk om de behulplinien te tekenen in een tronie dat u rechts van voren of in het profiel bekijkt. Maar laat gij het hoofd wat draaien, of valt het moeilijker? Want wendt gij uw model 3-4 in slag, dan wordt de verticale middenlijn krom. En buigt zich een hoofd dat gij rechts van voren bekijkt naar voren of naar achteren, dan blijft die middenlijn recht. Toch wel is waar dat die lijnen dan ook ontwijfelijk korter wordt. Ook komen die rechte horizontale dwerslinien, gaande door die ogen, onderlangs de neus en door de mond, nu nederwaarts. Mocht thans uw eigen hoofd u nog altijd niet onderlopen, dan beroep ik u tot in een kamp. Bedenk iets, wat daar geschiet, zo gij het hoofd niet alleen 3-4 slag draait, maar het ook naar voren of achterwaarts kant. Dan verandert al. Alle behulpige linieën vertogen zich dan plotseling als krommingen. Dat zekerlijk gans intricaat voor u. Gelijk zwaarwichtig is die kennis omtrent de ongelijkheid in volume of omtrek van wat gij schildert. Die kennis zal u helpen die variëteit van licht en de donkerte wel op den dook te doen. U ziet eens het hoofd als zijnde één groot volume. Binnen dat ene volume ziet gij daar weer kleiner. Zoals het volume van het voorhoofd, van die neus, die jukbeenderen, die kaken, die kinnen en het volume rond den mond.
nog kleinere omtrekken ziet je bij de vleugels van de neuzen, die lippen, de oogkassen en den oogbol. De slim is, die tekenen onder het sketsen naast die linie van het aangezichtje ook al voorshands de differente omtrekken. Zorg daar dan voor dat die bij elkander liggende omtrekken ook vloeiende in elkander overgaan, want zo is het ook in een levend aangezichtje. Zulk in de sketsingen zal u zeker nog van nut zijn als zodra je deze volumes met lichte en de donkere tinten moet gaan modelleren en de fijne linieën in het aangezicht moet zetten. Tot stukken in olieverven is een treffelijke toereding nodig, als ook ten rechte duur van het drogen. Daarom vangen wij aan met het gerijden van een doog. Het kenbare blijk mijn schilderijen is een scherpe tegenheid van licht en de donkerheid. Een klaar witte doek is puursteken onnut om dit einde te bereiken. Daarom dient gij den linnen doek voorstaande met twee olielagen te bestrijken. Eerst een lichtbruin roodachtige laag gemaakt van rode oker en weinig primeursel en de lijnzaadolie. Laat deze lagen wel drogen, alvorens den doek daarna ook nog met een minder uitmuitende laag te bestrijken. Deze andere lagen dient wel schoon en licht te zijn om daar straks de donkere verven wel op te kunnen zien. Maar ze moet ook tamelijk donker zijn, zodat gij er ook wit op zetten kunt. Ikzelf verkies een grijsachtige kleur gemengd met een weinig wit. Maar gij mag ook den roesem gebruiken liggende onder in het baksken, waarin gij uw penseel schoonmaakt. Gelijk gij ziet, krijgt gij zo die verven van modder. Laat beide lagen wel drogen. Dat duurt goedelijk 2 tot 3 dagen per laag. Het is daartoe behulpig den doog te laten drogen in een warm, droog en de licht vertrek. Is den doog gedroogd? Dan kunnen wij beginnen daar ene sketsen op te doen. Ik laat mijn leerlingen eerstens altijd werken naar het voorbeeld mijn stukken om tot den kunst te geraken en om niet eerder portretten uit te willen werken. Daarom werken we vandaag naar het exempel van het stuk waarin ik mijzelf gecontaveid heb als den apostel Paulus. Vele mijn collega's vangen aan met een zeer uitgevraagd bewerp alvorens de verven in de hand te nemen. Maar de waarlijk voortreffelijkste der kunstenaars, gelijk mijzelf, of de gelijk Titiaan die ik tot een voorbeeld heb, die werken uit de vuist. Hebt ge nog niet al te veel experientie in tekenen, dan doet ge wel om eerst met houtkolen te sketsen wat ge schilderen wilt. Of gebruik daartoe krijt, wit of rood, dat is mij al eens. Maar neem geen zwart krijt, want dat kan al gelijk uw kleuren verbroddelen. Leerling, wees altijd wel indachtig dat ge in deze lessen de behulplinien alleen sketsenderwijze mocht tekenen. Wee hem, die niet betrap op krabbelen van allerlei particulariteiten in het aangezicht zijn er counterfeitsel. Neuzen, oren, mond en haar zullen rasselijk genoeg voortkomen. Want eigenlijk begint ge pas. Eindelingen, tot voorkomende van deze lessen, die meint dat het maken van een meesterstuk hem van de hand glijdt, of dat hij die inblazingen maar moet zitten en afwachten, hopende dat die geest hem vervullen en de hand van God zelf hem leiden zal om de fraaiste lijn op den doek te doen, dat hij dan teffens in de taverne gaat en roepen Caravaggio te zijn. Inspiratie? Dat is slechts snorkerij voor onwetelingen. De kunst en de meesterschappen der kunst beginnen met een vaste wijze. Een prijselijke toestelling. En met begrijp van wat ge doet. Uwe kunstige kwaliteiten zullen pas op den doop voorkomen wanneer gij de rechte wijze meestert. Zo wilt dan, zoveel als mogelijk zij, praktiseren wat wij vandaag onderwezen hebben. Dit is alle den toestel die wij vooraf moeten maken. De stap die wij hierna doen, dat is van schilderen aan te vangen. En die eerstens, de onderschilderingen.